Nee. Het is ook zo, voor alles moet eigenlijk gevochten worden, alles moet kunnen bereiken. Het leven moet kunnen bevechten. Maar dat is niet erg. Want dat is geen voldoening, denk ik dan. En toch zijn er nog altijd wel mensen die zomaar de fame en de fortune ineens maar willen. En dan moet maar uit de lucht vallen of zo. Of dat je Meestal valt het bij mij niet zo door. Maar vandaag dus wel. Ze moeten wel een speech voorbereiden en de Bob al van. Maar ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat je wel iets hebt gevonden hebt om het leven een beetje aangenamer en makkelijker te maken. Ik ben heel lastig. Dus als jullie heel geïnteresseerd zijn, dan wil ik het best wel delen met jullie. Is het top? Maar ik wil toch wel even een tent maken op het feit dat er heel veel mensen zijn die het wel moeilijk hebben. En dat spreekt niet alleen over Haiti, die wel natuurlijk wel erg is, maar ook over de economische crisis en de toestanden nu hier in België nog. En ik denk dat we het allemaal een klein beetje lichter kunnen maken door positief te blijven en eigenlijk gewoon content te zijn met wat we wel hebben. En content te zijn met de dingen die jullie wel verwezenlijk hebben. En niet te focussen op dingen die jullie direct willen lukken of dingen die een ander heeft. Gewoon mensen, niet focussen op een ander. Dat is allemaal. En ik heb echt in mijn zetel zitten. En genieten. Als ik naar rond kijk van mijn leven, genieten van mijn plastieke bloemen die er staan. Ik ga je echt houden. Waar is het van? Hier is het tijd. Waar is het parken? Ze heeft plastic erin. Is er ook iemand die mij aan het halen? Ik heb de sky in de limit. Het is er. Het is er. Meer dan nog. En ik geloof erin. En ik wil gewoon zeggen, it's just my life. Ik ben in de vrouw.